Q College is het opleidingstraject van Q Music, waarbij we op zoek gaan naar jong radiotalent. Deze week strijden 4 talenten tussen 12 en 1 uur om het ultieme doel: een eigen radioprogramma maken op Q. Q Music luisteraars hebben gestemd, net als de vakjury. Jullie zijn tot een oordeel gekomen. Dus wat ik dan toch nu wil doen, ik geef jou gewoon het woord. Oké. Ja, de vakjury is bij elkaar gekomen en heeft een oordeel gemaakt. En het is misschien wel goed als ik me even richt op de kandidaten. En nog even kort wat vertel over het oordeel van de jury. Dus als eerst Marion. Marion, je bent leergierig, pakt zaken enorm snel op. Daarbij vindt de jury dat je een mooie stem hebt. Maar nam je niet te weinig risico op de radio? Erik, je bent ervaren en je hebt een natuurlijke manier van vertellen op de radio. Het viel de vakjury op dat je makkelijk een intro volpraat, maar klopt je verhaal altijd wel? Hielke, voor iemand van 16 heb je een zeer volwassen geluid. Het viel de vakjury op dat je bereid bent risico's te nemen, maar speelde de zenuwen je niet te veel parten? En Lisa, je straalde op de radio, je hoorde de sprankeling en je persoonlijkheid. De vakjury werd er heel blij van, maar is dit wel voldoende? Toch moeten we vandaag van iemand afscheid nemen. We hebben de stemmen van sms en internet opgeteld en bij de beoordeling van de vakjury gegooid. We nemen vandaag afscheid, helaas, van Hielke. Jammer. Ja, mijn eerste reactie na het nieuws is eigenlijk dat ik het jammer vind. Maar ja, er moest iemand afvallen en ja, ze zeiden ook van ja, je moet gewoon doorgaan met wat je doet en dat ga ik ook zeker doen. Ik heb vooral geleerd hoe je hier een goede radio DJ moet zijn en alles wat erbij hoort, de productie, hoe je goed moet praten op de radio. Het allerleukste vond ik mijn eigen uitzending die ik moest maken, vrijdagavond. Daar leer je ook het meeste van als je zelfs een uitzending maakt en terugluistert. Ik denk dat de uiteindelijke winnaar Erik is. Q Music, Q is good for you.